De 18e eeuwse moraalfilosoof en verlichtingsdenker Adam Smith dacht dat het nastreven van eigen belang het algemeen belang zou dienen door de werking van een onzichtbare hand. De markt moest vrijgemaakt worden van door staten opgelegde handelsbelemmeringen. De handel werd inderdaad geliberaliseerd, maar overheidsregulering kwam steeds meer de economische en sociale sfeer beïnvloeden. Tot een aantal economen en politici vonden dat de overheid moest terugtreden en diende plaats te maken voor de krachten van de vrije markt. René de Preter bracht deze evolutie in beeld in zijn laatste boek De Onzichtbare Hand boven België. Actua TV spreekt in deze aflevering van Actua Boeken met de auteur. René de Preter, welkom bij Actua Boeken. Dank u. U hebt een lijvig boek op in de wereld gezet, om het zo te noemen. De Onzichtbare Hand boven België, een economische geschiedenis. De invloed van liberalisering, globalisering en Europeanisering. Het is een hele mond vol. Dat is waar. Wat was uw ambitie met het schrijven van dit boek? Wat wil u ermee bereiken? Wel, kijk, ik heb altijd wel belangstelling gehad voor hoe de wereld in elkaar steekt. Vooral op economisch en politiek en sociologisch vlak. Maar hoe begin je aan zo'n boek? Ik heb al voordien een paar boeken geschreven. En in de jaren 80 heb ik een boek geschreven over die rijke families. Daar wou ik nu niet opnieuw iets over schrijven. En ik herinner me nog dat toen in die jaren ook juist die liberalisering is doorgebroken met Thatcher in Engeland en dan Reagan in de Verenigde Staten, die dus het om een ander boeg gooide. En van daaruit ben ik dan vertrokken om iets te schrijven. Maar dat het een boek ging worden, wist ik niet van vooraf. Dat is zo gebleken nadat ik al een tijdje bezig was, dat dit een lijvig boek zou worden. Dat u dacht van, hier kan ik niet onderuit, het moet een boek worden. Ja, dat nog lijviger kunnen zijn, maar ergens moet je stoppen. Ja. Ook omwille van de verkoopbaarheid enzovoort, want anders krijg je een kanjer die veel te duur is ook. Ja. Misschien nog even stilstaan bij de titel. De Onzichtbare Hand boven België. Dat is een mooi beeld natuurlijk, die Onzichtbare Hand, maar dat is een historisch gegeven. Dat is een historisch gegeven, dat klopt. Maar het is eigenlijk, het drukt uit het geloof in de vrije markt. Nu, de betekenis van die onzichtbare hand heeft in de loop van de tijden wel een beetje aangepast. Dat wil zeggen, de tijd dat dat is gelanceerd door Adam Smith in de 18e eeuw. Een van de grote liberale denkers. Dan zag de wereld er wel een beetje anders uit. Hè? Dat was nog in het pre-industrieel tijdvak. Stoommachine was nog niet helemaal in werking. En hij was vooral voorstander van vrije handel. Hè? Dus het opheffen van een aantal belemmeringen. En dat zou dan de wereld verbeteren. Nu, later is dat natuurlijk een begrip geworden om de vrije markt te verdedigen. Zelfs tot zeer, zeer verregaande vormen. Er waren die nu nog vinden dat de vrije markt alles kan oplossen. En dat die wel zelf voor evenwichten zorgt. Onder andere waar er na de crisis in 2008, vooral in de Verenigde Staten, minder bij ons, in Europa toch niet, krachten die vonden dat er niks moest gebeuren, dat er ook geen hulpprogramma moest opgestart worden, maar dat de vrije markt dat allemaal wel zou regelen. Dus laat die banken maar failliet gaan. Ja. Ja, dan hadden we wel wat meegemaakt, denk ik. Ja. Maar dat heeft Obama dus niet gedaan en dat is in Europa ook niet gebeurd. Dus men heeft staatsinterventies en met veel geld tot stand gebracht en dat is een beetje tegen die onzichtbare hand, als je tenminste die in absolute termen wil begrijpen. Ja, want u citeert, of u heeft het citaat mee van Adam Smith waarin hij dat aanhaalt. Ja. Het is een beetje merkwaardig, het is inderdaad wat gedateerd toch, hè? Want hij zegt een bedrijfsleider werkt voor zijn eigen belang, maar zonder dat hij het zelf beseft, werkt hij daarmee eigenlijk ook voor het algemeen belang. Dat klopt, maar wat dat men vaak vergeet bij Adam Smith, om het daar eventjes over te hebben, dat is dat een moraalfilosoof was. Misschien economist in zekere zin, hij was een moraalfilosoof. En hij had ook een morele code. Dat wil zeggen, de onzichtbare hand regelde ook de moraliteit van de mensen. Voor hem zal dat iets geweest zijn van God, denk ik, want hij was protestant. Maar dat vergeet men wel eens, dat er dus een morele code was. En dat Smith bijvoorbeeld was tegen hebzucht en het graaizucht, daar was hij tegen. Dus degenen die dat vandaag zouden verdedigen als zijn een natuurlijk gegeven van de mensen, die hebben Smith niet goed gelezen. Ja. Maar in ieder geval, Smith is voorbijgestreefd natuurlijk. De wereld is totaal anders vandaag.
En je moet dat anders begrijpen dan toen. Ja. U hebt het al aangehaald, u bent gestart in de jaren 80 met uw verhaal, met uw overzicht van economische geschiedenis en liberalisering. Maar u zegt ook dat de liberalisering is eigenlijk een beetje van alle tijden. Dat is niet de eerste keer dat er een liberaliseringsgolf wordt ingezet. Nee, ik zeg wel de globalisering zoals we die nu kennen, hè, dat is op zichzelf niet helemaal nieuw. Globalisering is al een paar eeuwen bezig. Hè. Er is ook altijd handel gedreven, dat bestaat al zeer lang. Hè. Ik heb verwezen naar de zijderoute bijvoorbeeld, waar dat ook handelsbetrekkingen met zelfs het Verre Oosten waren. De Oost-Indische Compagnie, weet ik veel, alhoewel die ook wel schepen gingen bestelen. Mm-hmm. Dat was ook handel blijkbaar. Maar dus, dat bestaat ook in de 19e eeuw, waar er momenten van globalisering, het afschaffen van een aantal douaneposten. Mm-hmm. Vroeger zaten die aan de gemeente, dus dat is allemaal wel gewijzigd. Maar wat er de laatste 30 jaar is bijgekomen, dat is dat er nog meer dat zeggen, hindernissen aan de grenzen zijn opgeheven. En dat de financiële wereld veel meer geglobaliseerd is. En dat heeft veel te maken met informatica. Ja. Als we eens kijken naar de situatie in België, en in diezelfde periode, dan ja, is er toch één persoon die er eigenlijk onmiddellijk uitspringt. Dat is Guy Verhofstadt, die een aantal boeken heeft geschreven over het burgerschap en de liberalisering. Die daarna de macht is gekomen en die dan verweten is dat hij wat hij vroeger heeft neergeschreven nooit in praktijk heeft omgezet. Guy Verhofstadt heeft die vier burgermanifesten geschreven. Een drietal niet zo ver achter elkaar. En dan nog eentje nadat hij eerste minister was geweest. Dat was van een andere toonaard dan de eerste drie. De eerste drie waren wel erg liberaal. Hè. Toonde hij zich een aanhanger van de neoliberalen, zoals men die noemde. Hè. Milton Friedman en Van Hayek. En dat is er stilaan opgeschoven. Hè. Want hij was toen ook geen voorstander van dat middenveld. Dat lag wat in de weg. Hè. Ja. En die zei later, als hij eerste minister was, wat op teruggekomen. En in zijn vierde burgermanifest, dan toonde hij zich al tevreden over de afgelegde weg. Dus dat er veel was gerealiseerd van wat hij destijds had geschreven. Nu, inderdaad, er was bijvoorbeeld heel veel geprivatiseerd. Hè? Overheidsbedrijven, veel overheidsbedrijven. Maar dan was hij vergeten bij te vertellen dat hij toen in de regering niet zat. Dus dat wil zeggen, was een regering, de Hanen heeft heel veel geprivatiseerd. Dat was een regering met christendemocraten en socialisten. Dus niet met liberalen. Beetje vreemd, maar toch. Ja. Nu, als je die Belgische regeringen bekijkt binnen die periode, hebben zij eigenlijk impact op dat soort brede bewegingen, liberalisering en globalisering? Wel, dat is het grote probleem. Hè. De politiek, de Belgische politiek in het algemeen, heeft maar een beperkte bewegingsruimte. Hè. We zitten in een wereldspel. En we kunnen dat niet helemaal tegenwerken. Als je dat wil doen en dat veranderen, zou je dat minstens op Europees niveau moeten kunnen doen. Maar België is een volger en is niet direct degene die een tegenbeweging kan waarmaken. Er is wel wat speelruimte, maar het is beperkt. Het spijtige is dat politici de indruk verwekken dat ze veel kunnen, of bijna alles kunnen, en dat de mensen ook verwachten dat politici alles kunnen. En dat is eigenlijk een wederzijds huwelijksbedrog. Ja. Want dat klopt niet. Ja. Sluit wat aan bij een anekdote van Herman Van Rompuy toen hij de laatste keer premier was, die ook in een crisis zat. En die zei van, we moeten vooral niet bewegen en we zijn daar zeer goed mee bezig. Zijn stelling was van, als de buurlanden terug omhoog gaan, dan gaan we sowieso mee omhoog. We moeten eigenlijk niks doen. Niks doen, dat is veel gezegd. De Belgische beleid moet natuurlijk ook wel iets doen. Hè. De tendensen die internationaal aanwezig zijn, daar kan je van profiteren of daar kan je onder lijden. En als dat het laatste geval is, kan je wel een aantal maatregelen nemen om dat lijden te verzachten. Hè. En dat gebeurt hier ook, want je moet ook niet vergeten dat met al de crisis en met al wat er zich de laatste decennia heeft afgespeeld, onze sociale zekerheid toch nog een vrij belangrijke rol heeft gespeeld om mensen nog wat koopkracht te laten behouden. En dat is voor de economie ook belangrijk. Dus in dat opzicht is het beleid wel,
wel belangrijk, hè, in hoeverre dat je dat behoudt, dat sociaal zekerheidsstelsel of niet, en voor wie. Het blijft natuurlijk altijd een beperkte mogelijkheid om daaraan aan te passen. Maar het is wel waar, internationale tendensen, die moet je natuurlijk wel goed volgen en je ontsnapt daar niet helemaal aan. Dat is bijna onmogelijk, tenzij je dat op een veel hoger niveau zou kunnen doen. Dan kan je natuurlijk veel veranderen. Maar Europa is op dat punt ook niet zo eensgezind. Dus daar zitten we niet zo zeker. Nee, in Europa komen we straks nog op terug. Maar u hebt er een beetje laten vallen, Jean-Luc Dehaene. Heeft hij meer bakens verzet in die beweging dan Guy Verhofstadt bijvoorbeeld? Dat is een moeilijke vraag, omdat dat natuurlijk vraagt naar het hele beleid. Ik bedoel nu alleen op economisch vlak. Ja. Hè? Ik denk dat Dehaene inderdaad meer bakens heeft verzet. Maar Dehaene zat in een periode waarin men opging naar de euro. En dus verplicht was om die Maastricht-normen toe te passen. En dat wil zeggen dus de begrotingstekort en de overheidsschuld en nog een paar andere gegevens, om daarmee rekening te houden. En om dat te doen heeft Dehaene bijvoorbeeld een aantal overheidsbedrijven geprivatiseerd. Dat deed minder pijn natuurlijk dan wanneer je de mensen geld moet afpakken of belastingen moet verhogen. Dat is pijnlijker in de portemonnee van iedereen. Als de ASLK werd verkocht, voelde dat niet echt iemand, denk ik. En men heeft dus al die overheidsbedrijven, ook de luchthaven van Zaventem, de Nationale Investeringsmaatschappij, noem maar op. En dat heeft de regering Dehaene, van de twee regeringen Dehaene, gedaan in de jaren 90. Mm-hmm. Maar we leefden in de jaren 90 ook wel in een periode die economisch nogal vrij voorspoedig was. Er is wel een kleine crisis geweest in 93, maar voor het overige liep het niet zo slecht. Als je kijkt vooral naar de beurs, dat waren schitterende jaren. Hè. Er waren dus een aantal indicatoren die positief waren. En dat, zo'n meevallers zijn natuurlijk ook belangrijk. En tegen of 99, toen de euro werd ingevoerd, stond België min of meer klaar. Hè. De criteria waren min of meer gehaald. Dat moest niet 100%, maar... dus Dehaene heeft dat stuk is ook wat verplicht geweest om dat te doen. En zijn keuze was, en zo heeft hij dat ook uitgelegd, als ik dit niet doe of die privatisering niet doorvoer, dan moet ik de sociale zekerheid gaan aanpakken. En natuurlijk, dat kon hij, zat ook met socialisten in de regering. Dat was, en ook trouwens, met een ACV-achterban was dat uitgesloten. Ja, Dehaene was eigenlijk ook al betrokken bij de fameuze devaluatie van de Belgische frank die in Poepenhaan geregeld is. Dat klopt. Daar zitten we in de periode van Wilfried Martens. Ja. Die lijkt minder kleurrijk uit dit verhaal te komen. Wel, minder kleurrijk. Martens heeft natuurlijk zeer lang de Belgische regeringen geleid. Hè. Hij heeft 9 regeringen gehad, sommige maar kort. Maar dat wil niet zeggen dat het toch niet een hele periode geweest is, vooral de jaren 80. En Martens heeft een stuk de boeg omgegooid. Dat wil zeggen, in de jaren 80 is hij begonnen met meer te zetten op liberalisering, liberale maatregelen genomen en ook op het stimuleren van de beurs en dergelijke. Hij bestuurde met volmachten. Hij noemde dat geen volmachten en hij noemde dat speciale machten. Ja. Dat was een juridische spitsvondigheid. Maar hij regeerde dus wel met volmachten en hij heeft daar enkele honderden besluiten mee genomen. En uiteindelijk... Martens was niet zo direct een groot economist, maar hij had een aantal raadgevers. Hè. Ik denk aan Verplaatsen, die bij hem adviseur was. En waar hij trouwens ook mee in de Poepenhaan heeft gezeten, zeker. Hè. Nee. En dan nog een paar bankiers. En ja, die devaluatie, hij heeft de grootste devaluatie die er toen gebeurde, want 8,5%, dat gebeurt niet zo snel in zo'n getal. Na de rand, dat zijn sommigen vergeten, is de Belgische frank, toen nog de Belgische frank, gerevalueerd. Ja. Dus een stuk of 5 keer, denk ik, door de evaluatie van andere munten enzovoort. Maar Martens heeft wel een heel belangrijk aantal maatregelen genomen. Maar die worden natuurlijk in een liberalere context geplaatst. Alhoewel Dehaene zijn maatregelen ook wel in een liberale context mogen geplaatst worden, want privatisering
was toch een van de ordewoorden van het neoliberalisme. Wat dat niet wil zeggen dat de Hanen en Martens echt een neoliberale waren. Dat is nog iets anders. Ja, als we vanuit het Belgisch vertrekpunt, als we dat verhaal opentrekken en u kijkt op internationale schaal, wat zouden daar de belangrijkste drijvende krachten zijn geweest achter dit proces? U bedoelt het proces bij Martens in de jaren 80? Nee, het proces van de liberalisering die is doorgevoerd en die leidt tot globalisering. Wel, kijk, wat daar gebeurd is, dat moet je iets langer teruggaan. Ja. Hè? Dat wil zeggen, in de jaren 70 hebben we crisisjaren gekend. Hoge werkloosheid, de petroleumcrisis was velen zich nog herinneren. Met de autovrije zondagen die hier toen waren. Men heeft trouwens toen ook het zomeruur ingevoerd. Hè? Ja. Ook al met betrekking tot. Het probleem was dat men toen een Keynesiaanse politiek had gevoerd. Volgens de theorieën van John Maynard Keynes, dat de staat een nogal een belangrijke rol had in het economisch proces. Als het goed ging, moest de staat niet veel doen. Hè? Mm-hmm. En als het slecht ging, moest de staat maar bijpompen. Vooral in infrastructuur werken, hè? Om dus de economie terug wat voeding te geven. Een grote trekker was het dat. Hè? Keynes heeft natuurlijk nog wel iets meer gezegd dan dat, maar dat was dan toch wel belangrijk. En dan in de jaren 70 was dat hele Keynesiaanse project, dat werkte niet meer zoals het moest. Men had hoge inflatie, hoge werkloosheid en weinig groei. En dat is iets wat volgens de Keynesiaanse theorie niet kon. Ja. En op dat ogenblik stonden er al anderen klaar met hun concept. Dat waren dan, wat ik straks al naar vermeld heb, Milton Friedman en Hayek, die al lang bezig waren met een soort neoliberale internationale, als je het zo mag noemen. Ja. En die al een aantal mensen rondom zich verzameld hadden om het project te verdedigen dat zij dan voor hadden, met privatiseringen, meer liberaliseringen enzovoort. En flexibilisering van de arbeid, dat zit daar allemaal mee in. Die waren er al vroeg mee begonnen hoor, want die hadden al kritiek op Keynes toen hij in de jaren 30 met zijn theorie bovenkwam. Dus die hebben langzaamaan een netwerk opgebouwd en een aantal mensen overtuigd en ook medestanders gekregen, Internationaal Monetair Fonds, in de Wereldbank, in de Amerikaanse regering, in de Engelse regering. En het is precies daar waar dat de theorieën van Hayek en Friedman voor het eerst zijn toegepast. In de Anglo-Saxische wereld, in Groot-Brittannië dus, en met Thatcher en in de Verenigde Staten met Reagan. Hoewel, er was al eens een poging gedaan, of al in 1973 in Chili. Hè. Ja. Pinochet heeft ook de mensen van Friedman aangeworven om hem advies te geven. En daar hebben ze dus dat project van neoliberalisme ook al eens uitgeprobeerd. Dus in de jaren 80 is in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten zijn dus de Keynesiaanse projecten weggegooid en is men begonnen met een nieuwe invulling. En dat was dan de invulling van Milton Friedman, vooral in de Verenigde Staten en ook een stukje van Hayek. En dat was meer een neoliberale richting. En dat heeft natuurlijk invloed op de wereldeconomie, zo'n twee grote landen. En ook de Europese gemeenschap, die in 1985, 86 met de eenheidsakten is naar buiten gekomen, is stilaan in dat neoliberaal vaarwater terechtgekomen. Hoewel dat aanvankelijk Europa niet zo neoliberaal was. Dat was was op een Keynesiaanse leest geschooid ook vanaf het Verdrag van Rome in 1956. Maar dan is men ook beginnen meer maatregelen te nemen in de neoliberale richting. En dat is zo gebleven, toch nog tot vrij recent, zal ik maar zeggen. Want de laatste tijd is er weer terug wat Keynes aan het komen. Europa heeft dat dus lang gevolgd met opdrachten van flexibilisering van de arbeid,
met privatiseringen, met voor wat België betreft het aanpassen of het afschaffen van indexmechanismen enzovoort enzovoort. Dus dat soort maatregelen. Ja, en dan komen we bij een merkwaardige figuren terecht, zoals een Karel van Miert, die als socialist eigenlijk een zeer liberaal bewind moest hem in praktijk omzetten. Dat is waar, maar Karel van Miert heeft dat binnen het kader waarin hij benoemd was ook perfect gedaan. Mm-hmm. Dat wil zeggen, hij zat in een soort van liberaal economisch kader, waarbij belangrijk is dat er concurrentie is. Hè? Want monopolie is tegen een liberale economie, dat monopolistische bedrijven, dat is trouwens al lang dat tegen de liberale theorie indruist. Ook monopolies van de overheid in dat mm-hmm. geval. Hoewel sommige monopolies van de overheid er om praktische redenen of om redenen van bescherming van consumenten waren. Maar in ieder geval, de liberalisering van al die bedrijven enzovoort is niet meer te stoppen geweest. Hè? Ja. En Van Miert heeft ervoor gezorgd dat die concurrentieregels werden gerespecteerd. Want hij heeft ook een aantal bedrijven op kartelafspraken betrapt. Dat gebeurt nu nog trouwens. Hè? En er worden fikse boetes opgegeven. En om als om grote bedrijven zo te pakken, moet je toch een klein beetje te verf komen. En dat heeft hij wel goed gedaan. Ja. Maar hij zat natuurlijk in een bepaalde logica. En die logica heeft hij eigenlijk aangenomen. Ja. En dat is het. Ja. U maakt wel in uw boek een harde analyse van het Europees project. Hè. U zegt dat eigenlijk doorheen de jaren elke vorm van democratische legitimiteit verloren heeft. Wel, we hoeven niet ver te gaan om aan te tonen dat het Europees project zijn draagvlak kwijt is. Vroeger had het misschien wel meer draagvlak, dat is mogelijk. Maar in ieder geval vandaag, zoals het er vandaag naar uitziet, moet je niet ver gaan zoeken. Er is een probleem, want de bevolking in vele landen hebben het er moeilijk mee. Dat is omdat ze ook niet zo goed begrijpen wat er allemaal gebeurt. Het gebeurt niet transparant. Hoewel transparantie in de Europese handvesten als een belangrijk gegeven wordt opgestomd, is het niet transparant. De voorbeelden zijn legio. Kijk naar de vrijhandelsverdragen die afgesloten werden. Die worden in besloten kamers afgesproken. Daar mag niemand iets van weten. Hè? Nu de laatste akkoorden, nu het CETA-akkoord en het TTIP, komt er misschien toch niet omdat Trump er ook tegen is, ja. Maar nog afwachten. Maar die werden tot nu toe altijd in een besloten gemeenschap afgesproken. En zo zijn er honderden, want nu spreken we over een paar handelsverdragen die vandaag actueel zijn. Maar er zijn er nog een heel pak andere. En die zijn ook onbekend wat daar allemaal wordt afgesproken. En het is dat soort van geheimdoenerij rond toch belangrijke dingen die vandaag of morgen iedereen kunnen raken, dat die het democratisch gehalte ook van Europa op de proef stelt. En dat is het niet enige, natuurlijk ook andere besluitvorming gebeurt, ik was ook de commissie en de lobbygroepen die erachter steken soms. Hè. Ik heb daar ook iets over geschreven trouwens. Na Washington is Brussel de stad met de meeste lobbyisten. Hè? Dat is er niet voor de Belgische regering, die zijn er vooral voor de Europese en internationale instellingen. En natuurlijk, ook daar de transparantie. Europa heeft er wel transparantie opgelegd, maar die zijn ook niet transparant genoeg. Hoe dat die besluitvorming tot stand komt, is soms duister. Gelukkig hebben we wel een Europees parlement en zijn er ook wel watchers die dat wat in doog houden. Maar vaak moeten NGO's en anderen, vakbonden of noem maar op, iets vernemen van bepaalde gesprekken omdat er lekken zijn. Dat is natuurlijk niet het goed systeem. Nee. Ziet u daarin genoeg basis om die euro te laten overleven? Dat is ook een moeilijke vraag natuurlijk. Hè. Sommigen vrezen, dat zijn de pessimisten en er zijn optimisten. Oh. Nu, het is wel heel moeilijk, denk ik, om dat terug uit elkaar te halen. Het is wel mogelijk van één land eruit te halen of de eurozone nog in aparte zones op te splitsen. Dat is al op zich niet zo simpel, denk ik. Maar om dat terug uit elkaar te halen,
dat is een beetje zoals een spaghettibord terug uit elkaar halen. En dat is denk ik niet voor morgen. Ik denk dat men er alles gaat aan doen om die euro te bewaren. Omdat hij toch ook een aantal voordelen heeft, die vandaag niet echt blijken. Maar... Ja. U zegt dat u met uw boek wel een aantal argumenten aanbrengt om dat proces van liberalisering toch eens kritisch te bekijken en in vraag te stellen ook. U neemt zelf niet echt een standpunt in ter zake. Nee, dat klopt. Ik heb dat ook niet gedaan, omdat ik vind dat, dat ik dan een ander boek schrijf. Als ik zeg van dit is mijn mening en daar moet ik even, daar zitten ze fout en daar zitten ze juist. Dat is een ander boek. En ik probeer zo objectief mogelijk te blijven. Natuurlijk, iedereen heeft zijn mening en je kan niet anders dan hier en daar in de selectie van de feiten zelfs al zijn mening door te laten schemeren. Maar ook om de feiten te laten spreken, dat leek mij al voldoende om sommige mensen toch eens bij laten na te denken over wat er zich afspeelt. Wat zouden politici moeten leren uit uw boek? Oh, daar zouden ze veel moeten kunnen uitleren. Dat wil zeggen, om te beginnen, dat er ook niets nieuws is. Hè? Dat is één punt. Ten tweede, dat ze het democratisch proces eens goed moeten bekijken. De wijze waarop besluiten worden genomen en de wijze waarop dat de bevolking en de brede basis daarbij betrokken wordt. Dat is iets wat in het verleden altijd een gebrek was. Daar werd wel iets gedaan, maar onvoldoende. Dat blijkt nu ook vandaag. En door het feit dat daar men zo'n opening laat en de mensen te weinig betrekt of niet genoeg informeert, laat dat een leemte open die voor zogenaamde populisten, want wat is populisme? Dat is eigenlijk mijn zinziens het gebruik maken van onwetendheid van mensen. En dat is ook logisch dat mensen een aantal dingen niet weten, om dat in te vullen met een aantal doelstellingen die je misschien ook zelfs niet helemaal expliciet naar voren brengt. Hè? Ja. Maar op een basis van het buikgevoel. En dat is, lijkt mij, een populistische invulling. En die ruimte die gelaten wordt door de beleidsmakers vandaag, die wordt natuurlijk ingevuld door anderen. Dat is, als je een machtsvacuum creëert, wordt dat ook ingevuld. Meestal door allerlei mafioze praktijken. Dus er mag geen leemte ontstaan. En dat heeft Europa wel gelaten. Moeten ze nu leren om dat een beetje te voorkomen. Maar ze zitten natuurlijk nu in een andere fase, want nu moeten ze weer iets terugdringen dat de duivel is uit het doosje, zullen we maar zeggen. Hè? Mm-hmm. De anti-Europese stemming is er gekomen. Nu om dat terug te dringen, dat is wat anders dan om een Europese stemming op te bouwen. Ja. Dus, maar dat zal toch een uitdaging worden. En de uitdaging zal ook worden om te zien in hoeverre wij nog kunnen voortgaan met onze groeiperspectieven. Want daar is toch al lang over geschreven. De Club van Rome in de jaren 70 zeker, heeft daar al een rapport over gemaakt. En velen zijn vergeten, maar de ondertitel van dat rapport was het einde, limieten aan de groei. Ja, het einde van de groei, ja. En daar zijn we nog altijd mee bezig. En we moeten een duurzaam proces hebben. De volksgezondheid moet daarbij wel varen enzovoort. Men is daar wel mee bezig, maar angstvallig. Want dat zou kunnen pijn doen aan bepaalde bedrijven enzovoort. En ik neem aan dat men daar rekening mee houdt. Maar dat is een hele uitdaging om te zorgen dat er een ander soort groei komt. Hè? Die trouwens wordt uitgedrukt in binnenlands product, hè? Wat ook al een slechte standaard is. Want dat is een standaard die gebruikt wordt om bijvoorbeeld de staatsschuld te meten en zo nog vele andere gegevens en grootheden. En dat is een onbetrouwbare. Er is in de jaren van Sarkozy, toen hij president was in Frankrijk, een rapport gemaakt op zijn vraag door een aantal economen en sociologen onder de toezicht van Stiglitz en Amartya Sen, twee Nobelprijswinnaars. Enfin, goed, prijswinnaars van de Zweedse bank.
En daaruit bleek, die zeggen, kijk, het bruto nationaal product of het bruto binnenlands product is geen goede standaard, want die houdt geen rekening met volksgezondheid, met duurzaamheid. Maar er is niks aan veranderd achteraf. Dus men blijft dat gewoon doen. En dat wil zeggen dat als het bruto nationaal product daalt, als de groei daalt, ja, dan stijgt natuurlijk de overheidsschuld als ze niet afgebouwd wordt. Mm-hmm. En dat geeft toch ook een vervalsing van een aantal beelden. Terwijl de overheidsschuld op zichzelf ook al zoiets betrekkelijk is, daar wil ik toch nog iets over zeggen. Die is ook gedaald van 138% in 1993 naar 84% in 2007. Ja. En toen is dat allemaal terug beginnen stijgen. Ja. Het overheidsbeslag was toen minder dan 50%, het was 48% in 2000. Het was dan dalen. Want nu spreekt men daar weer over. Maar het is gestegen door de crisis. Maar dat wordt vandaag niet meer gezegd. Ja. Dus. Goed, René de Preter, we zullen zien als de politici uw boek ook effectief lezen en de lessen eruit trekken die ze kunnen trekken. Ik hoop het. Ik wil u bedanken voor uw analyse alvast. Dank u vriendelijk.